Een hele goede morgen. Nou ja, goed. Gisteravond heeft Liam alles ondergespouwd van het hoesten. Niet om ziek te zijn, maar echt van het hoesten. En ik heb Jordi net wakker gemaakt. Een beetje fles gegeven. Voor een half uurtje probeer ik weer wat te geven. En hij zeurt om echt alles. Het zint hem allemaal niet. Ik moet hem aandacht geven, niemand anders. Maar Sam die ligt in de box. En ik heb er alweer een hele ochtend op zitten met de twee. Dat is. Ik probeer vandaag te uploaden. Want ik heb alles klaar. Nee! Liam, klaar nou! Nee! Oh, dan wordt hij boos, hè? Nee, je krijgt je zin niet. Soms is het ook goed om je kinderen niet hun zin te geven. En dan krijg je dit. Nee! Hij is boos. Het liefst zou ze nou op de bank gaan liggen, omdat daar de zon schijnt. Maar dat mag ze niet, en dat weet ze. Dus dan gaat ze maar zo zitten, zodat ze toch wat zon kan pakken. Mevrouw Zon. Daar ligt Jordi. Daar ligt Liam. En daar ligt Sam. Ze zijn allemaal nog niet lekker. En Jordi zijn kont garen. Die is zo gehavend. Oh, echt, dat is gewoon zielig. Dat is gewoon echt niet meer grappig. Maar ja. Het zei zo. Wat, komt er niks uit? Even drinken aanvullen. Liam die ligt nu op bed. Hij heeft een boterham gehad. En goed gedronken. Sebby heeft een beetje brood gehad. En net zijn fles gehad. Jordi heeft zelfs een boterham gehad. Iets wat hij de hele tijd niet wou eten. En hij heeft net iets meer als de helft van zijn flesje op. En dan probeer ik dadelijk nog een beetje te geven. En je gaat zo dadelijk slaapie doen. Ja, slaapie doen. Jij? Ja. En dan ga ik Jordi ook proberen om in bed te leggen. Maar ga ik eerst eventjes proberen dat flesje te doen. En Jordi zijn kont heel goed schoonmaken. Dat is wel belangrijk nu. Nu heb ik heel eventjes Peppa Pig aan staan. En zit Jordi lekker te spelen. En ondertussen tv te kijken. En ja. Heel lekker slapen doen, hè. Krijg je nou ook al boventanden? Hij heeft namelijk twee tandjes onder. Ik weet niet of ik het kan laten zien. Hier zo zitten twee tandjes. Maar boven voel ik nog niks. Maar die zullen wel niet heel lang meer duren, hè? Ja. Snelle Jelle. Ja. Dus en ik heb 3 video's geëdit en klaar om te gaan uploaden. Dus ik hoop dat ik daar dadelijk ook nog even de tijd voor heb. Maar ik ga daar eerst, als ik Jordi heb gedaan, even eten. En zorgen dat ik zelf heel eventjes mijn rust heb gehad. En misschien alvast even het eten voorbereiden. Ik heb mijn gehaktballen aangezet. En ik ben aan het uploaden. Ondertussen is Liam boos op mij. Want hij mag iets niet van mij. Hij wil namelijk aan de laptop zitten en vervelen. En dat mag hij niet. Dus is iemand boos op mama. En Sam die heeft denk ik honger. Dus ik ga een flesje vast voormaken. Wat ben je daar aan het doen? Mama, ik ben boos. Ja, ik weet het. Het is ook heel vervelend om boos te zijn, hè, jongen. Mama wil ook niet boos zijn. Maar toch moest mama jou even op je donder geven. En zeggen dat je er niet mocht. Ja. Daar ga je van leren, jongen. Ja, het hele leven is een leermoment. Ook voor mama nog steeds. Gehaktballen staan aan, zoals jullie zien. En hier is inmiddels iemand niet meer kwaad. Want ik zeg tegen hem, bij Bingbeu. Nou, dan vond hij iets anders leuker. Die mogen uitkiezen voor mij. Daarom heb ik net even een fles gemaakt. En Jordi die slaapt nog. We hebben net Jordi gespoeld, lang geleden.
Jordi had zo'n bolle buik. En ik zeg tegen Niels, dit gaat hem niet worden zo. Ik zeg, dit kind heeft buikpijn. Ik zeg, ze staat zo bol. Dus toen we ermee begonnen, toen heeft hij zijn hele maaginhoud leeggekitst. Ik denk zelfs nog wel meer dan alleen zijn maaginhoud, maar goed, hè. Daarna hebben we hem gauw even schoongemaakt. Zijn verder gegaan. En ik heb heel veel lucht bij hem eruit gehaald. Niet gezond hoeveel lucht. Dus ja, hij is nu met Niels in de douche. Want ja, hij heeft zichzelf helemaal ondergekitst. En ja, goed is het niet. Dan gaan we even kijken hoe hij uit de douche komt. En dan gaan we zijn flesje toch geven. Want hij moet wel vocht binnenkrijgen. Want ja, hij heeft alles gewoon eruit gekitst en gedaan. Dus ja, we gaan even kijken hoe het loopt. Maar goed is het niet. Ik zit er even helemaal doorheen. Goedemorgen trouwens. Ik heb vanochtend alleen al 6 luiers van Liam gedaan. 4 poepluiers van Sam. En die van Liam waren zo waterig. Dat ik hem ook gewoon in de douche moest zetten. Want dat was gewoon niet grappig meer. Hij heeft nu weer gepoept. En zijn kontje is zo mega rood. Dat is niet meer grappig. De vellen hangen eraan bij Jordi. Maar bij hem is het ook niet ver weg. En Sam, die heb ik 4 keer verschoond. Die heeft ook flink zitten poeperietsen. Maar waar ik me eigenlijk de meeste zorgen om maak, is oké, ze drinken. En ja, ze geven over. Maar Liam is aan het afvallen. En dat is een beetje mijn zorg. Dat de kinderen gaan afvallen. Jordi hebben we dan gisteren gespoeld. Daar heb ik wel vanochtend vocht binnengekregen en zijn medicatie. Dus dat is positief. En die heeft ook weer gepoept, dus die luier ga ik ook doen. Maar het is momenteel een hel om... Auw! Nee. Liam? Nee. Het is momenteel een hel. Het is geen puist die je kan uitknijpen. Dat is gewoon een moedervlek. Kijk, het is mijn moedervlek. Het is momenteel een hel om überhaupt een luier te verschonen. Omdat het zoveel pijn bij die kindjes doet. Dus ik snap het ook. Alleen, de kracht die je daarbij nodig hebt. En hij wil alleen maar knuffelen. En bij mama hangen. En ja. Yeah. Niet doen, hè. Dus om 2 uur moet ik bij de dokter zijn. Lastige tijd, want dan slapen ze normaal altijd. Maar ja. Dat dus. Dit is nu het resultaat. Hij wil geen kleren aan, maar ik kon hem wel een poncho aangeven. Dat vond hij prima. Ik snap dat ook wel hoor. Hij wil niks aan zijn buik hebben. Dus ja, dan staat hij er maar even luchtig bij. Ik heb de verwarming ook wel warmer gezet, zodat hij in ieder geval het wel warmer heeft. Sammy slaapt. En Jordi heb ik daar neergezet. Zonder harnas. Gelukkig is Jordi net flink aan het poepen geweest. Dus ik heb er veel uitgekregen. Dus dat is positief. Maar ja. Zijn billen garen. Maar ja, en straks maar naar de dokter. Liam ligt al op bed. Want ja, ik moet om 2 uur daar staan. Dus om 1:30 moet ik de kinderen klaarmaken. Jordi wilde een boterham. En ik liet de boterham zien. En hij gaf aan dat hij wou. Dus hij heeft hier nog een stukje brood liggen. En dat weet hij ook. En dan gaat hij ondertussen even eten. En dadelijk geef ik hem eventjes wat drinken. En dan kijken we wel weer verder. Ik heb Liam ook even een fles drinken gegeven. Hij heeft genoeg oranje op hoor, daar niet van. Maar dat wat hij uitscheidt, ik weet niet of dat te combineren is. Plas is wel iets minder, moet ik zeggen. Maar ja, we gaan in ieder geval verder met waar we mee bezig waren. Zorgen dat hier iemand eet. Sam dadelijk wakker wordt. Ga een fles maken. Zorgen dat hij een fles krijgt. En spullen pakken alvast om gelijk te kunnen gaan, zodat we klaar zijn. Nou, ik ben met de kinderen naar de dokter geweest. Zowel Liam als Sam hebben allebei hetzelfde oor rood. En de keel is rood. En
Ze moeten het toch uitzieken. Ik weet dus blijkbaar alles al wat je moet doen. Ze hebben geen tips. We kunnen niks. Ziek maar uit. Dat dus. Ze kunnen echt helemaal niks doen. Goedemorgen. Ik heb gisteren niet meer gevlogd. Oh, kijk dan. Ja, als kindjes ziek zijn, dan ziet mama er helemaal niet uit. Ik ga er ook niet mijn best voor doen. Dat weet Niels ook. Die is daar ook helemaal niet mee bezig. Niels is met onze auto naar zijn werk toe. Want hij gaat vandaag onze auto nakijken. Want ja, hij is en blijft een automonteur. En ook dat moet allemaal een beetje goed zijn natuurlijk als we met de kinderen weg moeten. Gisteravond, of ja vannacht, heeft Liam weer alles ondergekitst. Daarna had hij weer alles ondergescheten. En de vellen hangen aan zijn billen. Zover zijn we nu. En bij Jordi is ook alles nog steeds kapot. Ik ben echt klaar hiermee. Klaar, klaar, klaar. Niet meer grappig. Echt niet gewoon. Echt gewoon niet, 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 niet. Maar goed. Niels is dus weg met de auto. Als hij straks klaar is, komt hij weer naar huis. Maar dat moest gewoon echt gebeuren. Want ja, je auto moet eventjes olie ververst hebben. En beurtje. Hey, ik ben geen automonteur. I don't care. I don't know. Niels die weet allemaal. Dus ik zou zeggen, als je vragen hebt, vraag het aan Niels. Want ik kan daar geen antwoord op geven. Ik weet alleen antwoord hoe mijn kinderen nu zijn. Dus geen koorts, geen koorts, geen koorts. Chagrijnig, kapotte billen. Nog geen kapotte billen, wel een rode kont, kapotte billen. Dat is op dit moment hoe ver ik ben. Dus nou, in ieder geval, ja, dat is op dit moment de situatie. En als ik straks thuis kom, ga ik opruimen boven. Want ik heb er gewoon echt niks meer gedaan. Al 2 weken niet. Schandalig, maar ik ben er gewoon echt niet aan toegekomen. Ik schaam mijn eigen er ook niet voor. Het is gewoon zoals het is. Dus ik ga dan boven opruimen en zorgen dat alles een beetje netjes is. En beneden opruimen en zorgen dat hier alles netjes is. En morgen komen mijn ouders. Want ja, ik zei dus tegen mijn moeder, ik hou het niet meer bij. Ik weet het even niet meer. Ik kan niet, ik weet niet meer waar ik moet beginnen. Ze zei ze van, nou, als jij gewoon alles opruimt, dan kom ik jou zondag helpen poetsen. Dus die komt morgen mij helpen poetsen, zodat ik in ieder geval weer een beetje met een schone lei kan beginnen. En dat het weer een beetje te doen is voor mij. Maar ja, hè. We gaan even kijken hoe dat het allemaal loopt. Ik heb Sam net een fles gegeven, want zijn fruit kwam er weer met hoesten uit. Dus ik heb een papfles gegeven. En die heeft hij lekker op. Hij zit nou daar lekker. En Liamke. En onze Jordi. Die zijn lekker een boterhammetje aan het eten. Want ze hadden honger, zeiden ze. Op dit moment zijn we even back to basic met Jordi. En wil hij zelf zijn brood niet in zijn mond doen. Maar moet mama of papa dat doen. Papa is nog steeds weg. Die is nog steeds met onze auto bezig. Dus ja. Dus gewoon happen. Goed zo. Liam zit zijn eten te uitpluizen. Want hij is niet gewend om appelstroop te krijgen. Dus hij moet heel eventjes wennen aan het feit dat hij appelstroop krijgt. Maar Jordi wel, hè. Jordi vindt dat super lekker. Kijk maar. Hoppakee. En Jordi heeft ook zijn harnas momenteel niet om. Nee, is zodat hij lekker naar voren kan hangen om zijn buikpijn een beetje weg te masseren. En ik moet zeggen dat dat wel oké voor hem werkt tot nu toe. Dus. Nou, blij kindjes, blij mama. Op het moment dan, hè. Ik weet niet hoe het over 5 minuten is. De kindjes die liggen in bed. Ze slapen als het goed is ook. Tenminste, Jordi slaapt als het goed is. De rest sliep al. Bad geweest en alles erop en aan. Ik ben dit aan het opruimen geweest. En
van alles gedaan. Niels is nu heel eventjes vuilniszakken in de container doen. De ondergrondse container. En morgen komen mijn ouders dus. En ik ga nog heel eventjes een paar dingetjes doen. En dan gaan we het weer zien. Nog een paar dingetjes in de keuken even opruimen en afdoen. En dan hou ik het denk ik wel voor gezien voor vandaag. Want het begint me een beetje op te breken. Dadelijk lekker douchen en mijn nest in. En we slapen vannacht een uur langer. Hè? Ik denk dat de kindjes morgen om 6 uur al wakker zijn. Denk ik. Heb ik het vermoeden. Waar ga je heen? Het is nog geen tijd. Een innerlijke klok zegt, het is 10 uur mama. Ook al heb ik net mijn fles gehad, het is 10 uur. Ik wil nu mijn fruit. Wie zegt dat hij geen klok kan lezen? Het is geen 10 uur. Nu niet officieel, nee. Maar gisteren rond deze tijd wel. Mm. En nu gaat hij van alles van tafel afhalen. En in zijn mond stoppen. Nee, hij wil zijn bril op. Ja, die vreet hij weer op, ja. Liam is ondertussen chagrijnig en we weten niet hoe het komt. Nee, je bril is ook kapot. Ik kom niet met die klauwen van je. Dus ik hoorde wel eens een lijntje kook zat. Hij heeft papa weer teruggezet. Zo van, nee jongen. Het is nog geen tijd ervoor. Papa? Ik heb denk ik mijn roeping gemist. Er zijn fotolijstjes aan het ophangen en ik ben aan het vertellen wat hij moet doen. Hoe ze moet hangen, waar ze moet hangen. Joefke moet daaronder hangen. Nee, maar trouwens, dan heb je al 2 van Joefke langs elkaar. Nee. Doe maar even kijken. Ja. Nee, want dan heb je 2 keer Joef hangen en 2 keer Sam. Jij moet ook komen hangen. Ja, ik kom daar ook te hangen, jongen. Dat maak jij niet druk. Hang er al 2 keer, ja? 3 keer. Ook goed. Hang er toch? Even kijken. Die heb ik ook al. Die zijn van 3 naar 5. Ja, en ik heb boom 5. Deze. Heb ik ook 2 keer Liam daar hangen. Dat is ook weer niet de bedoeling. Liam, dat is het. Probeer deze eens daar neer te hangen, want dan is het weer een ander soort lijstje. Bijenbakjes. Waar? Hier? Ja, moet je iets. Ja. Iets. Nee, iets naar rechts. Ja, iets naar beneden. Zo, ja. Zo zijn wij dat dus al de hele tijd aan het doen. Nou, mijn moeder heeft mij geholpen. Van boven tot onder is mijn hut helemaal gepoetst. En we hebben fotolijstjes opgehangen op de muren. En ik heb net eten gemaakt. En we zijn nu aan het eten. Mijn ouders zijn inmiddels alweer naar huis. Mijn moeder heeft me echt zo goed geholpen. We hebben boven gepoetst. We
beneden gepoetst. Ik hoef morgen alleen nog maar even te stofzuigen te dweilen beneden. Dan is het alweer schoon. En ik moet daar even de aanrecht doen. En de tafel even doen. En dan is het eigenlijk alweer klaar. Liam die ligt net op bed. Sam die krijgt nu de laatste fles. Niels is met Jordi nog naar de hap geweest. Want Jordi had prut in zijn oren. Huisartsenpot voor ons, degene die het niet weten. Ja, hap. H-A-P betekent huisartsenpost. En hij heeft een beginnenoorontsteking. Dus we zijn er nog niet vanaf. Baal, 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 baal. Maar ja, we hebben druppels gekregen. Dus ja, daar moet hij het mee doen. Denk ik. Slapen de kinderen? Ja, gelukkig wel. Jordi heeft wel even geduurd, hè? Mm-hmm. Maar dat heeft ook te maken met al die tijd. Dat die tijd anders is. Ja, dan zit hij te zeuren. En dan kom je bij mijn bed liggen. En dan begint hij te stuiten en te springen. En te, dan gaat hij helemaal stuk. Om die een klein beetje kietelen en zo, zeg maar. En dan gaat hij helemaal. Met helemaal vrolijk. Met helemaal foxwild. Ja, in ieder geval ze slapen. En wij gaan eigenlijk ook slapen. Ja. Dat duurt niet lang meer zo te zien. Oh nee, ik ben echt kapot moe. Maar. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Hopelijk volgende week een. Normale week. Normalere week. Mm-hmm. Want morgen gaat Jordi ook nog niet zo. Nee. Dus fingers crossed. Bedankt voor het kijken.